Ten eerste, hoe vet klinkt dat eigenlijk? Hè? Good Habits, de nieuwe rugsponsor van PSV. Nou, voor ons was het gewoon eigenlijk uh, een hele logische keuze. Wij willen onze naamskendheid een beetje vergroten. Er zijn heel veel mensen die ons natuurlijk al kennen, zeker in de omgeving van Eindhoven. Maar wij willen gewoon uh, ook voor een groter publiek dat ze weten wie Good Habits is. Gewoon. En dat hoop je dan te bereiken door op de rug van, uh, denk ik dan, jullie favoriete club te gaan staan. Nou, dat is inderdaad, dat wil ik wel verklappen, dat het wel onze favoriete club is inderdaad. Um, wat wij denken is dat uh, de ambitie die PSV uiteindelijk heeft en de ambitie die wij hebben, dat dat heel goed bij elkaar past. Wij zijn in Nederland, zijn we op dit moment marktleider in de online trainingen. Dus wij voor trainingen op het gebied van projectmanagement, management, management uh, Excel en heel veel trainingen die werken Nederland uiteindelijk productiever moeten maken. Um, en in Nederland zijn we nu wel marktleider en wat we eigenlijk willen is in Europa ook diezelfde marktleider te worden. Nou, we hopen natuurlijk dat PSV dezelfde route gaat volgen. Op dit moment al zo goed als kampioen van Nederland en hopelijk volgend jaar natuurlijk ook kampioen van Europa. Maar goed, laten we dat even afwachten. Ja, de ambities zijn groot. Ik heb het al in de gaten. Ja, nou dat is absoluut. Ik denk dat dat een uh, van de dingen is, ze uh, dus vroegen het al eerder, wat uh, Frans en ik allebei wel gemeen hebben, Dus we zijn tijdens een kennismakingsgesprek, hebben we gewoon de mogelijkheden samen even afgetast en hebben we gezegd van nou, laten we eens even kijken gewoon, uh, waar de lat even ligt. En voorlopig ligt de lat even op de achterkant van de rug van PSV, dus uh, laten we hem daar even houden. Maar we zijn er wel heel blij mee dus. Uh. Voorlopig de achterkant, want uh, je hebt nu één jaar die rugsponsor, uh, daarna komt uh, Energie Direct, uh, komt, uh, komt weer uh, die kant op. En dan? Nou ja, er schijnt volgend jaar een plekje op de buik vrij te komen. Ik mag het volgens mij niet zeggen. Maar uh, nou, uh, heel eerlijk, daar zijn we op dit moment nog een beetje te klein voor. Uh, denk ik dat er misschien wel eens een kansje zou zijn dat we ooit in de toekomst nog wel eens een keer op de buik bij PSV komen staan. Maar dat gaat niet per se over uh, een jaar en een paar maanden zijn. Uh, ik denk als ik realistisch ben dat dat net even een beetje te hoog gegrepen is voor ons. Maar uh, uh, wie weet?